maar ik wil naar buiten. Zal ik kijken of er nog Michael kan? Gaan we samen zo meteen lopen met Michael en met zijn hond. Met wat? Hallo? Tygo! Hallo, GGZ. Ja, ik wil graag een busje bestellen. Kut vijf. Eten, ja. Nee, mag. Nee. Hallo. Dat is een En ik kom daar toch een mooie auto tegen. De Tandjes. En dat gewoon in mijn eigen wijk. Moet je eens kijken. Kijk dan. Gaaf hoor. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. En jullie zien het goed. Laura is ook op de achtergrond bezig. Ja, precies. En het is vandaag dinsdag 28 november 2023. En het is nu 11:45 in de ochtend. Hallo, ja. Hi, schat. Hallo. Ben je weer aan het snoepen? Altijd. Altijd, zegt ze ook nog. Zeg ik nog laatst meer in. Hè? Wil je chocolaatjes hebben voor volgende week? Ja? Nou, ga ik die even halen voor je, oké? En welke heb je nog gevokken? Heb je nog gevokken? Nee? Nee. En gewoon lekker chocolaatjes? Ga ik die halen voor je. Goed. Sap. Dus, nou ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ga je met mij weer verlaten? Ja. Ah, wat zielig. Wat erg nou. Wat erg nou weer. Ga je me weer verlaten? Wil ik dat wel? Nee. Wat weet ik toch? Oh, het is zo koud ook, hè? Een cavia en zonder haar, toch? Cavia, mamot. Doei, mamot. Van die kale wees me. Ja, daarom lukt het. Ik zeg cavia zonder haar. Zonder haar. Ja, Karel zonder haar. Plaskerk. Lovely! Nu, maar ik wil naar buiten. Zal ik kijken of er nog Michael kan? Gaan we samen zo meteen lopen met Michael en met zijn hond. Met wat? Hallo? Tygo! Hallo, GGZ? Ja, ik wil graag een busje bestellen. Kut vijf. Nou, die skip ik er even uit. Die moet je ook erin laten, toch? Nee. Niet je adres. Ja, precies. Ja, joh, je meent het. Nee, tuurlijk niet. Chagrijn. Dag, liefje. Dag, liefje. Draakje ligt er ook lekker bij. Ik krijg jou een hoofdkus. Niet eens. Nee. Schande. Lovely. Kijk eens. Doei. Dag, hè. Graag kus. Lovely. Laura, kus. Nou, dan mag ik altijd een half uur wimpers van. Laura, kus geven. Laura, kus. Toe. Ga naar Laura. Nee. Hey, hallo. Laura, kus geven. Even kus. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Zo nog. Dus. Nou, meid, doodles. Ja, doodles. Tot in het nieuwe jaar. Grappenmaker. Grappenmaker. Dag. Okay, en tot nooit meer, hè? De vlagtaart, hè? De 12e. Ik zal mijn best doen. Dag. Dag, kinders. En chocola, hè? Oh, chocola. Doei. Dag. Oh, de deur is natuurlijk dicht. Jullie kunnen geen gedag zeggen. Oh, jawel hoor. Jullie Laura, gedag zeggen, kom. Balkon. Balkonia. Kom. Balkon. Balkon. Kom.
Ja, balkon. Ja, balkon. Kom, 1, 2. Oeh, balkon. Ga Laura gedag zeggen. Ga Laura gedag zeggen. Go. Ga Laura gedag zeggen. Kijk. Dag, poepjes. Ah, wel nee, joh. Kou en kou kleum jij. Doei. Ga kijken. Ga kijken. Papa. Ga kijken, papa. Papa. Ja. Hoi, puppy. Hoi, puppy. Hoi. Hoi, kind. Ja, je ziet het amper, hè? Ik wou namens de pre-operatieve screening. Ja. Ik ben de eerste gesprek voor vandaag. Zou ik uw geboortedatum mogen zeggen? Ja hoor, dat mag. Dat is 7-8-1987. Helemaal goed. Gebruik je nog andere medicijnen die u chronisch gebruikt? Nee. Als ik me niet lekker voel of ik heb hoofdpijn en dan pak ik ibuprofen omdat ik geen paracetamol mag. En hoe vaak ongeveer gebruik je de ibuprofen en hoeveel per dag? Dat verschilt. Ik heb het nu al een paar weken niet gehad. Dus, En weet je hoeveel milligram? Vaak tussen de 200 en de 500, even uit mijn hoofd. Gewoon die en die van de kruidvat, zeg maar. Oké, want je hebt van de kruidvat de 200 of de 400? De 400 is dat dan. De 400, oké. Bent u ergens allergisch voor? Kiwi. Kiwi blaren in de mond. Ja, klopt. En nee, geen latexallergie? Nee, helemaal niet. Oké. En dan ook paracetamol, wat ik dus net al zei. Klopt, ik zie dat je ook in de shop kunt gaan daardoor. Yep. Ja. En dan lactose zie ik ook staan, dat lactose intolerant ben. Ja, klopt. Ja. En dan oxycodon zie ik ook staan. Ja, klopt, in verband met mijn maagverkleining. Anesthesiologie? Ja. Achternaam is goed. Staalman van der Werf. Wat zegt u? Staalman van der Werf. Meisjesnaam is van der Werf. Ja, dat heb ik hier staan hoor. U hebt net gesproken met mijn collega van de apotheek. Ja, klopt. Ik wil graag kort even gezondheid met u doornemen. Even de anesthesie bespreken en kijken of er nog wat vragen voor u kan beantwoorden. Maar ik wil graag even twee controlemomenten met u. Dat is uw geboortedatum. En dat is 7-8-1987. Dat heb ik hier ook staan. En welke operatie gaat er gebeuren? Voor mijn acnes en voor mijn zenuwbeknelling. Oké. Okay. Ja, dat heb ik hier ook staan. Even kijken hoor. U wilt nog geen operatiedatum of wel? Nee, klopt. Nee, die ga ik u helaas ook nog niet vertellen. Want dat weten wij ook nog niet, zeg maar. Oh, want ik stond wel op en op de spoedlijst. Sorry, wat zei je al slaan? En ik sta wel namelijk op en op de spoedlijst. Nee, dat zou goed kunnen, zeg maar. Maar wij hebben geen zicht op die wachtlijst. Dat heeft vooral de chirurgie, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus, dus als je, zeg maar, na dit gesprek nog een week of twee weken duurt, moet je maar eens contact opnemen met de polychirurgie. Ja. En vragen of we zicht kunnen hebben over hoe lang het nog duurt. Oké, nou is goed, is prima. Ja. Eén keer eerste keer ging goed, de tweede keer was het wat moeilijker wakker te krijgen. Oké. Want u heeft ingevuld, mevrouw Staalman, dat u ook wat pijn heeft rond de narcose, zeg maar. Maar dat ligt meer aan de operatie, dat ligt niet aan de narcose, denk ik, hè? Nee, het ligt aan de operatie, ja. Klopt. Oké. En u bent ook misselijk geweest, heeft u opgeschreven. Ja, volgens mij wel. Ja, de laatste keer wel, ja. Behoorlijk. Oké. Okay. Want is het bij alle keren geweest dat u zo misselijk was? Nee. Dat is één keer geweest, zeg maar. De laatste keer, ja. Ja. Dat weet ik zo niet. Nee.
Zo, ja, en Roos er ook nog steeds bij. Hi, schat, alles goed? Nee, niet alles. Vertel, waarom niet alles? Vrienden van mij hebben een probleem met hun computer. Ja. En die vroegen mij, van, kan je het komen oplossen? Ja. Maar dat kan ik dus niet, omdat ik daar geen tijd voor heb. Oké. Okay. Ja, maar daar heb je vrijdag wel tijd voor, dus dat scheelt. Ik ben dus ook nu net weer gebeld en door de pre-operatieve screening, ja, en door de anesthesie, dat is dus voor mijn operatie. En ja, wat hebben ze eigenlijk ongeveer globaal gevraagd? Hoe het met me gaat, toch? Ja, een beetje wat, hoe het met je gaat. Of je nog allergische dingen hebt, et cetera. Gewoon de standaard vragen van wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet doen. Ja. Bij je tijdens je operatie. Mm-hmm. Maar ze rekening mee moeten houden. Ja. Zonder met allergieën, medicijnen, intoleranties, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Of je bril dragen aan het nou ja, dus allemaal dat soort dingen dus. Ja. Oké, kijk, hartstikke fijn. Dus ja, dus dat is, dus dat, ja, daar moeten ze gewoon rekening mee houden. Dus morgen ook weer naar het ziekenhuis en naar de polikliniek interne geneeskunde voor mijn bloedwaardes. Dus ook dat moet ik dan weer aan jou vragen of jij dat dan weer op je werk uit wil printen. Moet ik het even naar je doorsturen? Jee, want ik moet het meenemen van de arts, werd er net gezegd. Oh. Ja, werd er net gezegd. Oh. Ja, oh. Werd er net gezegd. Oh. Ja. Oh, je houdt me vast. Oh. 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 Dus, nee, maar ja, geen idee wat nog meer. Vroeger, ik weet niet. Want jij gaat zo naar je moeder? Of, ja. Zo? Of ga je zo slapen nog? Ook dat. Eerst naar moeder, dan slapen. Oké. Okay. Dan weer opstaan, dan weer naar mijn werk. Ja, dat snap ik. Naar huis komen. Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Ja, goed hè? Ik leef om te werken. of het werk om te leven? Nee, ik leef om te werken. Want? Er moet gewerkt worden, daar leef ik voor. Oh, toch wel. En ben je blij en dat Wilders het is geworden? Want we zagen een filmpje. Ja, wij zagen een filmpje. Ja, over een vrouw, vertel. Er waren een aantal ambtenaren die waren aan het protesteren dat de grondwet niet gerespecteerd zou worden. Ja. Dus één vrouw was aan het woord die zegt, nou, willen dat de grondwet uitgevoerd gaat worden. Nou, dat begrijp ik dan weer niet, maar ook het zal wel. Dus we hebben wat opgezocht over zijn verkiezingen. Ja. Partijprogramma. Ja. En één regeltje zou je eventueel mogelijkwijs als in strijd met de grondwet kunnen interpreteren. Oké. Okay. Regeltje. Ja. Heel lange. Ja, oké. Okay. Maar als die regel er niet was geweest, ben je deels eens met zijn acties die hij wil gaan doen? Zo ja, welke vijf zijn daar dan die er echt uitspringen voor jou? Vijf. Nou, dat is natuurlijk de veiligheid. Ja, dat is één. Natuurlijk als beveiliger. Dan ben je voor de veiligheid. Kostenreductie. Ja. En overheidsvermoeders. Kosten, ja, maar wat... Kostenreductie in het algemeen. Belastingen, etc. Oké, ja. Je hebt een drietal kostenreducties in gedachten of zo. Ja, suiker. Die, dacht ik, maar ja. Even snel geteld. Eén is dus die... De huur omlaag. Huur omlaag, BTW omlaag. Benzine, accijns omlaag. En nog reductie van. Nog meer reducties. Van export van gelden naar buitenland, wat daar eigenlijk niks te zoeken heeft. Mm-hmm. Dus onder andere van nou export van uitkeringen. Mm-hmm. Ik bedoel. Even denken, wat was er nog meer? Export van. Naar de EU. Ja. Die op subsidies gaan naar de EU, gewoon, daar zien we niks meer van terug. Dus, ja. Mm-hmm. Dus dat wil hij allemaal beperken, tenminste tot in zijn programma dat wil beperken. Nou, prima. Wat is er nog meer? Even denken. Dat Nederland weer leefbaar wordt. Ja, en minder asielzoekers, jee. Ja, alle minder migranten, laat ik dat in het algemeen zeggen. Mm-hmm. Van niet-westerse afkomst. Ja, en ben je toch ergens geboren en ga je daar weer op vakantie? Hey, doei! Ja, dan mag je daar blijven. Ja, dus enkele reis terug. Ja, okay, ja. Ik kan ook niks aan doen. Nee, precies. Nou, ik zou zeggen, doe moeders de groeten van mij. Sorry. Top. Dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Voor wat? Voor het filmen. Ja, en voor je haarknippen zeker. Oh, dat ook, ja.
Dat is waar, zegt hij ook nog. Ja, nou, en dan moet je gewoon even thuis weer even gaan douchelen. Alweer? Ja, alweer, ja. Ja, erg, hè? Moe word je ervan, of niet? Heel moe. Ja. Nou, ik hoor het wel of het is gelukt bij je moeder, ja? Ja, is goed. Ja, is goed. Zoek het uit. Ik kan het hier laten bij jouw andere spullen? Nou, ja, doe maar best. Prima, is goed. Er tweeën. Ja, is goed, joh. Hey, doei, hè. Dag, dag, doei. Hoi. Dag. Kom, Beertje, kom. Beertje, kom. Beertje, kom. Hey, twee. Ja, schat. Hoi, schatje. Doei, hè. Dag. Oh, heerlijk. Oh, je gaat en met de wagen? Oh, niet, niet. Nee. Nee. Mag niet van mij. Jammer, hè? Mooie wagen heb je toch, jongen? Mooie wagen heb jij. Hallo, een mooie wagen heb jij. Een mooie wagen? Ja, dat is een hele mooie wagen. Wat ga jij nou weer doen? Oh, snoepjes jatten. Ook leuk. Snoepjes jatten, ook leuk. Ja, jatten. Weet ik niet. Nou, lopen, hobbelen. En naar je moeder, go. Go, 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 go. Doei. Hoi. Mazzel. Eten. Ja. Echt wel. Lekker, lekker, lekker. Yummy. Pak je een stok. Goed zo. Hoi, kind. Nou, Thijs hebben we hier ook weer. Hey. Ga je me slopen, Thij? Nee, oeh. Pak niet tegen me aan. Pak hem nou. Goed zo. Lady. Lovely. Keira, toch was het? Nou ja, heb ik het toch nog goed. Haha, leuk. Hé, Keira? Neem hem mee. Terug. Goed zo. Hey kind. Nou, en dan nog met de twee buurmannen. Helemaal leuk. Top. Klein hondje. Jouw dame is ook lady ook zo vals. Not. Hier, hallo. Neem me mee. Pakken. 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 Meenemen. Hou vast. Kom, op de stoep. Nee, mag niet. Nee. Hallo. Dat is heel mooi. Waarom ga je erop inspringen? Kom hier. Vind je leuk? Boef. Ja. Hallo. Deze ook is weg. Pak je bal. Geef je dan. Gaan we toch gewoon zo, hè? Ga erin, ja. Ga maar eruit. Lo beauty. Nee, daar. Lof. Kom hier. Dankjewel. Wat? Wat ben jij aan het doen? Laag blijven. Laag blijven. Ik vind het leuk, want zij loopt echt te zoeken. Voor? Hoe dan? Voor. Hier. Ja, hier. Voor. Dat doet ze niet. Wat ben jij aan het doen? Los. Doei. Ja, je kan mij aankijken, maar je hebt je eigen bal regelen. Pak een stuk af. Nee, ik zie die poten. Weg. En dan ga je twijfelen, hè, wat ik doe. Oh, nou kom je niks wel, hè. Hier, pak hem dan. Pak hem dan, grote mond. Ik kan graven, maar ik kan geen afbal pakken. Ja, pak stop dan. Nee, en jij ook niet, hè? Dat mis Peter in. Ja, wat? Kun je ook nog tot drie tellen? 1, 2.
Heerlijk. Die nagels zijn straks op, omdat ze gewoon letterlijk om. Ja, maar dat is alleen maar leuk. Oh ja, nee. Hallo. Je hoeft niet meer naar de kapper te gaan. Bovendien. Maar ze maakt het ook mooi, hè. Ze is echt als elegant of in. Ja. Weet. Hij schat de patat. Hij wijfie. En anders kost het eten. Lady, kijk eens. En dan gaan we hem in het gat. Hey, 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 hey. Wil je die bal nog hebben? Anders gaan we hem in het bosje, hè? Mijn kopje vol. Lady, kijk eens. Wil je cookie? Drie stukken verderop dat ik hier helemaal ingegaan is, joh. Ik zat er over, anders is het ook naar boven gegaan. Lekker toch? Ze is ook nog niet moe. Lady. Jut, kom eens hier. Kom voor. Jut. Ga eens weg. Nope. Even gooien jij. Ja. Want dan zijn ze weg. Pak hem dan. Pak. Pakken. Pak hem. Ja. Pak je bal. Wat moet je? Nee. Jij mag echt niet van mij. Je zit mijn hele fucking voortuin. Nee. De hele avond aan haar gaan denken als Tyson! Bijna goed. Leed! Ga ze af. Ga ze af. Kom. Ga eens liggen. Ga eens liggen. We hebben nog gesloopt. Hé. Hey. Hé, hey, kwelbek. Nee. Kwelbek. 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 Oh ja, die is heel bezig geweest. Kwelbekkie. Hé, schat. Dat is heel gek. Bij de ene keer heb je een hele grote bel, en de andere niet. Die kunnen het niet. Pak het dan. Wat gaat hij de hele dag doen? Pak het dan. Pak het dan. Kijk, pak Buut. Pak het. Nee. Los. Buut is geen stok. Nee, los. Spelen. Pak het. Pak het dan. Nee. Ben je nou allemaal stokplek of niet? Je bent ook echt lekker aardig, hè? Je bent moe. Ja. Zo, ga je praten, schat? Sinds wanneer? Zo, dat mag. Je mag gaan blaffen, dan ben je de hele dag aan het bezig met hem. En pak Beauty dan. Hé, hier is dat. Thai. Pak Beauty. Ja, doei. Dat is echt, hè? Dat je een tak hebt, hè? Ja. Ik heb nooit een tak moeten meenemen, ja. Ja, je wordt moe, schat. Je bent moe. Lekker, hè? Ja, je bent moe, schat. Kom hier dan. Hé, Thij. Jut, ga dan. Kom hier dan. Toe. Gaf je net een ei. Kom hier. Oh, jij wel, hè? Ja. Nee, ik wou een ei. Niet jou. 90% van je geluid is nu de hond aan het piepen. Je bent moe, schat. Ze dus kan niet met de benen staan, ze staan te trillen. Ja, je bent moe. Ja, nee, we gaan naar binnen, schat. Hé, hey, wat denk je daarvan? Ga lekker naar binnen, is het goed? Vanavond weer samen lopen. Hé, hey. Vanavond weer lopen. Ja, vanavond weer lopen. Wacht, Tyco. Doe de fiets eraan. Netjes! Ik zeg, kom fietsen gaan, gaat het overtekenen. Ja, echt hè? Blijf we aan deze kant. Kun je nog knikkelen geven? Of die gaat er mee aan? Oh, die gaat die kant op. Helemaal goed. Ja. Dat is kut. Je ziet er helemaal geen licht. Als er maar iets is, dan ligt er gelijk. Weet je, de bosjes. Dat is handig, toch? Nee, maar je ziet geen licht hier. Nee, dat weet ik. I know. Donker gek. Ja joh, is toch leuk? Dat is een risico van je te doen. Yep. Zo, alle vier de honden bij elkaar hoor. Helleid. Vind je lekker eventjes hè, lopen? Zo, het is hier allemaal moerasgebied op dit moment. Hé, Tygo? Ja. Tygo! Ik wil zeggen, hij hoort je echt niet meer. De oren staan nu tegen. Tygo! Nee, geen zin in? Nee, ik heb het in de gaten. Doei hè? Maar als die vogels niet zien, dan hoor je ineens. Nee, dat komt. Hé, kerel. Maar hoor je hem gillen, dan zit echt een eend aan of zo. En ik kom daar toch een mooie auto tegen. De tandjes. En dat gewoon in mijn eigen wijk. Moet je eens kijken. Kijk dan. Gaaf hoor.
Met zwaailampjes erop. Ja, ja. Kijk, nee, kijk. En bij deze rijdt hij dus. Een mooi stickertje trouwens. Echt nice. Kijk dan. Heel gaaf. Hele mooie auto zo. Gaaf hoor. Een Dodge. Een Dodge. Een Rammy Dodge. Dodge Ram. Ja, lopen. Kikken, kikken, kikken. Echt waar. Heel gaaf dit. Heel mooi dit. Wauwie. Heel gaaf hoor. Blijf. Nou, nou ook gelijk. Ah, blijf. Ik meen het. Blijf. Dat heb je toch ook op YouTube als er dan die cementen lopen met die honden? Ja. Hallo. Laat me. Kijk, daar gaan ze. Daar gaat jij. Ga dan, weet. Go. Ik zit mezelf hier helemaal te smoren. Jup, zegt hij ook nog. Jup. Je breekt bijna je enkel. Echt serieus. Meid. Zij is echt slim, hoor. Gewoon een cowboy. Kijk, en dan gaat zij het zijn. Lekker, wijfie. Oh, heerlijk. Zo, en bedankt. Helet. Ja, echt, hè? Lekker leed. Word je moe van, hè? Nee. Schijt. Lekker, schat. Lekker, hè? Lekkere zandbak, hè? Zo, hè? Voor jullie, hè? Ik weet ook niet. Ja, nou ja. Ik kan schijt met mijn hond op erop lopen. Wil jij, joh? Auwe. Is dat zo? Ga daar wel lekker. Jee, yeah, even rondje draaien. Die twee hebben dezelfde kleur waarschijnlijk. Zijn hij nog nog een kleur? Ja, ik vind het toch wel oké. Ga kijken, Lid. Papa en mama en de kids. Papa, ma, hier, kom hier wachten. Kom hier. Hier. Ratatatatatata. Ratatata. Ga daar maar even spelen. Helemaal goed. Hier. Ratatatata. Hier blijven. Ratatatatata. Goed zo. Ik ga erop te kijken voor een kat, denk ik. Ja, klopt. Want de haar is nu. Ja, kijk maar, kijk maar. Kom, we gaan lekker doorlopen weer. Kom maar. Ja, ik weet het. Nee, dat weet ik ook niet. Zo, dames, hebben jullie weer lekker gespeeld? Oversteken dan? Ja, helemaal goed. We gaan oversteken. Kom. Oversteken, kom. Oh, heerlijk zo. Vader en moeder en de twee dochters, hoor. Zou je bijna denken. Ik wou dat zeggen, als je kijkt naar de beauty, dan komt. Oké, dan die twee zitten in hetzelfde pak, hallo. Ja. Daar ligt ik dan. In bed, heerlijk.
Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.